Koning Willem-Alexander heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor het Nederlands slavernijverleden. En kabinet Rutte 4 komt ten val na de kabinetscrisis over asiel. Wereldwijd werd de warmste dag ooit gemeten. Het is enorm warm en zeer droog. Dit gebeurde er in Almelo. Het Schelvorstpark vormt het decor voor de 15e editie van het gratis muziekfestival Hopnop. Heeft u zin in dit festival? Ik heb er wel zin in, ja. Ik ben heel erg benieuwd. Het is 3 jaar geleden dat ze hier voor het laatste evenement hadden. Dus dat is wel heel mooi. Het is heel mooi. Hoe vonden jullie het optreden gaan? We loved it! Almelo was amazing! Ja, lekker. Ging hartstikke lekker. Leuk festival. Slecht. Nee, goed. Leuk. Leuk. Wie wil? Sprakeloos. Ik ben sprakeloos. Ja, hartstikke goed. Ja, was lekker. Ja. Heracles begon weer aan de eerste training van het nieuwe voetbalseizoen. Na 1 jaar in de eerste divisie keert Heracles terug op het hoogste niveau. 17 jaar als je weer terugkomt uit de KKD, dat je in het eerste jaar handhaaft. Nou, ik denk dat dat op zich wel mogelijk moet kunnen zijn. Ja, je wordt geen kampioen, maar ik denk wel dat het zit er wel in, denk ik, om in ieder geval de eredivisie te blijven. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Dan halen jullie ook nog Jetro Willems, een 22-voudig international. Die moet met zijn ervaring het verschil maken. Nou ja, Jetro die voegt iets toe aan het elftal. Dat zijn ook van elke negatieve natuurlijk het positieve eruit halen, toch? Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: wat vindt u ervan dat burgemeester Gerritsen vertrekt? Vind ik heel jammer dat hij vertrekt naar een andere plaats toe. Het was een goede burgemeester voor Almelo. Ja. Ik vind het best. Ik vind het prima. U heeft daar niet zo een mening over? Nee. Ik was niet zo blij met hem als burgemeester. Want? Nou, het is een fatsoensrakker en ook wat hij gedaan heeft, dat hij onrechtmatig panden sluit. Gewoon, hij was veel te resoluut, een beetje jaren 50 mentaliteit. En dat anno 2023. Nou, dus. Na bijna 8 jaar burgemeester te zijn geweest in de gemeente Almelo, is Arjen Gerritsen voorgedragen als commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. En wat ongelooflijk leuk, ik heb er een poosje op zitten wachten, 2 maanden zo'n beetje, om eindelijk in uw midden te zijn. Wel wat kwetsbaar natuurlijk, want de procedure is nog niet afgelopen. Maar ik wil u allemaal ongelooflijk hartelijk danken voor het vertrouwen dat de Staten van Flevoland in mij hebben gesteld. Ik heb toegeleefd naar deze dag, naar dit moment. Voor dit moment geen papier of wat dan ook voorbereid, dus ik spreek maar even uit mijn hart. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om met u, mag ik zeggen met jullie allemaal, aan de slag te gaan voor deze prachtige provincie. Het Havenfestival 2023 is weer van start gegaan onder de tropische temperaturen van ver boven de 30 graden. Ondanks de hitte trok het festival toch nog heel veel bezoekers. Op het ROC van Twente zijn de MBO Awards uitgereikt aan 4 studenten. De gemeente wil hiermee talent stimuleren, zichtbaar maken en verbinden aan Almelo. Ja, we zijn vanmiddag te gast bij het ROC van Twente, de vestiging in Almelo. En ik ben hier naartoe gekomen om 4 mbo-studenten te huldigen en ze de Almelo MBO Award uit te reiken. Dat is een prijs die de gemeente Almelo in 2019 heeft ingesteld om excellent mbo-talent te huldigen. Jullie hebben de MBO Award gewonnen, gefeliciteerd. Hoe voelen jullie je? Ja, super trots. Het is voor iedereen heel mooi. Een stukje om mee te maken en dan mogen we trots op zijn dat we gewonnen hebben eigenlijk. De MBO-stad zelfs wel, van Twente. En daar hoort bij dat wij daar af en toe aandacht aan besteden. De Gravenruiters demonstreerden bij het stadhuis. Voor een nieuwe manege is er 140.000 euro nodig. De gemeente wil niet meer subsidie geven dan 50.000 euro. We hebben een vergunning aangevraagd bij de gemeente en vervolgens stelde de gemeente voor om grond te ruilen. En daar werd het ineens juridisch heel erg ingewikkeld. De afhandeling daarvan heeft zo lang geduurd dat nu de prijzen zijn gestegen en wij niet langer nieuwbouw kunnen betalen. Dat is ons probleem, daarvoor kloppen wij nu aan bij de gemeente. Ze staan hier omdat ze geld willen van de gemeente voor de bouw van de manege. En wij hebben de afgelopen dagen gesprekken met ze gevoerd. En wij komen tot een bedrag van 50.000 euro wat we aan hun kunnen geven als
compensatie voor de langere doorlooptijd, voor de grondruil die heeft plaatsgevonden. En zij willen 140, dus daar zit een gat in. Het team van Straatpraat vroeg de bezoekers van de donderdagse markt, gaat de fontein verdwijnen? Het is een hele oude monument. Ik woon denk ik sinds 2005 in Almelo. En ik ken niet anders dan dat dit fontein daar altijd gezellig stond. Dus het zal wel jammer zijn. Ja, slecht nieuws. Ja. U vindt het slecht nieuws? Ja, ik vind het gewoon altijd een leuk plekje. Kinderen mochten er ook graag eventjes met water spelen. Als we onze jaarlijkse Talamini sorbet gingen eten, zaten ze nog wel altijd lekker op dat randje. Maar het is nu wel een heel stil plekje geworden daar, hè? Ja, dat zou kunnen, want nou Talamini dicht is daar. Want dat trok natuurlijk best wel heel veel publiek. Ja, dus een beetje meer leven in de brouwerij, behalve al die mooie bloemenzee die elk jaar tevoorschijn komt. Zou ook wel een mooie plekje zijn. En dan gelukkig gezellig kletsen bij de dorpspomp. Ja, precies. Ja, zoiets. Zo'n 60 kinderen zijn naar het wijkcentrum Enniver gekomen voor de start van het Festive Almelo. De start was verplaatst van een buitenlocatie naar het wijkcentrum vanwege het verwachte noodweer. De open dag van Heracles Almelo, waar jongeren handtekeningen verzamelen, de spelers kunnen ontmoeten en op de foto kunnen gaan met de kampioenschaal.